Dag en welkom bij deze korte presentatie. Dit is een lichting op de veranderingen met betrekking tot het eindexamen van het schooljaar 2020-2021. Mijn naam is Ernesto Lemke. Ik ben een van de leden van de examencommissie die verder bestaat uit mijn collega's Marije Veenstra en Marco ten Hof. Tezamen zijn wij verantwoordelijk voor alle communicatie rondom de wet en regelgeving met betrekking tot examinering. Nou, daaronder vallen onder andere de schoolexamens en ook de centraal schriftelijke examens, herkansingen, etc. Verder adviseren wij de directie rondom afhandeling bij onregelmatigheden en stellen wij als commissie ook vast wie er uiteindelijk slaagt of niet. Deze presentatie is ingesproken en wordt gedeeld omdat er per 16 december jongstleden aanpassingen zijn afgekondigd met betrekking tot het examen. Mochten er nog wijzigingen na die datum plaatsvinden, dan volgt er natuurlijk een wijziging of rectificatie op deze communicatie. Wat in ieder geval belangrijk is om te weten, is dat het voornemen vooralsnog is dat de eindexamens gewoon doorgaan in nagenoeg dezelfde vorm als voorgaande jaren. Dat wil zeggen, zoals dat meestal gebruikelijk is, dat leerlingen op een vast moment voor een bepaald vak in de daarvoor ingerichte gymzaal het examen afnemen. Omdat het afgelopen jaar vanwege de aanpassingen met betrekking tot COVID geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor dit jaar. Wat er in ieder geval gaat veranderen is dat de examens gespreid worden over drie zogenaamde tijdvakken. Een examen wordt normaal gesproken in één tijdvak afgenomen. En dat tijdvak heet ook altijd tijdvak 1, en waarbij dan in tijdvak 2 een periode is gereserveerd voor herkansingen. In dit geval kunnen leerlingen ervoor kiezen om hun vakken al te spreiden over in ieder geval twee tijdvakken. Tijdvak 1 van 17 mei tot en met 1 juni of tijdvak 2 van 14 juni tot en met 25 juni. Tijdvak 3 van 6 tot en met 9 juli is verder alleen voor herkansingen. Dus je kunt alleen over de eerste twee tijdvakken spreiden. Wat houdt het nou in? Is dat je dus in de eerste twee tijdvakken examens kunt maken. En in dit geval in tijdvak 2 en 3 eventuele herkansingen. Je kunt alleen echter aan herkansingen beginnen als je alle examens hebt afgerond en daar een resultaat van hebt. Een verdere verandering is dat er twee herkansingen worden toegekend in plaats van alleen één. Je mag dit jaar dus twee eindexamens herkansen en dat moet alleen wel twee verschillende zijn. Je mag dus niet twee keer hetzelfde vak herkansen. Verder volgen er een aantal veranderingen voor leerlingen die een zogenaamd aangepast examentraject afleggen. Het kan zijn dat dit niet op jou van toepassing is en dan is deze informatie verder dus niet relevant. Maar voor die leerlingen die bijvoorbeeld een zogenaamd gespreid examen doen, en die leerlingen en ouders zijn daarvan op de hoogte, geldt het volgende. Een gespreid examen is een examen verdeeld over 2 jaar en in dit geval gelden er dan ook twee verschillende situaties. Als je in het eerste jaar van het gespreid examen zit, dan heb je recht op de herkansen van twee centrale examens. En dat betreft dan de examens waar je dit jaar een examen in doet. Het volgende schooljaar mag je dan deelnemen aan het dan geldende aantal herkansingen. En dat zal dan bij verder geen andere aanpassingen één herkansing zijn voor het centraal examen. Dat houdt dus in dat je in totaal 3 herkansingsmogelijkheden hebt. Als je in het tweede jaar van het gespreid examen zit, dan krijg je de mogelijkheid om 2 vakken te herkansen, waarin je nu een centraal examen aflegt. Dus vakken waar je vorig jaar een examen in hebt afgenomen, daarvan staat nog wel de
reguliere herkansing tot je beschikking. Maar je kunt er geen twee van herkansen. Dat kan alleen voor vakken waar je dit jaar een examen in gaat afleggen. Een andere vorm van een aangepast examentraject geldt voor leerlingen die formeel nog niet in het examenjaar zitten, maar wel al een examen afleggen in het voorexamen of zelfs het voorexamenjaar. Met dat laatste zal het alleen opgaan voor 4 VWO-leerlingen die in dat jaar al een examen afleggen. De extra herkansingsmogelijkheid die geldt alleen als je dit jaar opgaat voor het gehele diploma. Dat zou een situatie zijn en die wij op dit moment niet op onze school kennen. Er zijn ons geen leerlingen bekend die van die constructie gebruik maken. Dus ik zal op die toelichting ook verder niet ingaan. De extra herkansingsmogelijkheid, dus die is wel van belang, die geldt niet als je dus in het voorlaatste of het voorvoorlaatste leerjaar zit. Heb je echter in een eerder schooljaar een vervroegd examen gedaan, omdat je dus nu bijvoorbeeld in het examenjaar zit, maar wel al in een voorgaand jaar al een vak hebt afgerond, dan heb je wel recht op twee herkansingen. En je kunt daarmee ook het vak of vakken herkansen die je in een eerder leerjaar al hebt afgesloten. Nou, hoe gaan we dit aanpakken? Je zult in ieder geval een besluit moeten nemen en dit geldt voor alle leerlingen. Of je de examens in tijdvak 1 en of 2 gaat afnemen. Je kunt hiervoor advies vragen bij je docenten als je daarover twijfels hebt. Over wat verstandig is en wat handig is voor jou om te doen. Vaktutoren kunnen daarover overigens notities in som plaatsen, ook ongevraagd, simpelweg omdat hun expertise en ervaring daarin natuurlijk ook van belang is. De leerling maakt vervolgens samen met de coach een voorlopig overzicht, waarvan de deadline 12 maart is, die door de coach bij de examencommissie dient te worden ingeleverd. Na toetsweek 3 maakt de coach samen met de leerling een definitief overzicht die op 16 april aangeleverd moet worden. Onderaan staat nog even dat in principe je als leerling samen met de coach de keuzes maakt tussen tijdvak 1 en tijdvak 2. Toch is het zo dat de examencommissie van die keuze kan afwijken. Daar kunnen soms hele logische of logistieke redenen achter zitten. Simpelweg omdat een vak in tijdvak 2 ons de mogelijkheid geeft om langer les te geven in een bepaald vak. De komende 2 lesweken is de school alleen fysiek beschikbaar voor examenkandidaten en enkele andere leerlingen die hierover met school afspraken hebben gemaakt. Huisruimtes, expeditie en wis en waarachtig, die zijn beschikbaar als werkruimtes. Hier is ook begeleiding beschikbaar. En de lessen volg je fysiek, tenzij je in thuisquarantaine zit. Verder blijven alle overige maatregelen actief. Mondkapjes verplicht als je verplaatst binnen of buiten het lokaal. Ervan uitgaande dat iedereen die examen doet verder slaagt, dan daar hoort daar natuurlijk uiteraard een feestje bij. Dus zet hiervoor in je agenda woensdag 25 augustus. Tijdstip volgt, maar hou de dag wel vrij. De oplettende kijker zal natuurlijk al concluderen dat 25 augustus niet het eind van dit jaar, maar het begin van volgend schooljaar is. Dat is een keuze die wij bewust hebben gemaakt vanwege alle onzekerheden die er zijn rondom COVID en de eventuele aanpassingen of maatregelen die nog volgen. Dit geeft ons en ook jullie veel meer voorbereidingstijd om het ook op een goede, feestelijke manier af te sluiten. Voor wie gaat studeren? Het diploma is wel al eerder te downloaden via Duo. En dat brengt mij verder op het einde van deze presentatie. Mochten er vragen zijn, je coach is uiteraard je eerste aanspreekpunt.
specifiek rondom de wet en regelgeving, hoe dat zit. Dan kun je mailen examencommissieimpuls@pj.nl. En dan wens ik je veel succes bij het maken van een keuze en de voorbereiding op het examen.